PVV. Dank u wel, voorzitter. Zo ongeveer een jaar geleden kregen we het bericht dat de Consumentenbond de 50 meest recente inspectierapporten over de thuiszorg hadden opgevraagd bij de inspectie en die ook met elkaar hadden vergeleken. En toen bleek dat 48 van de 50 thuiszorgorganisaties onder de maat presteerden. En dat is natuurlijk, daar schrik je enorm van, voorzitter, zelfs als je hier al heel wat jaar in het huis doorbrengt. Er werden cliënten vastgebonden in rolstoelen. Er werd ongeschoold insuline toegebracht. Dat is dodelijk, voorzitter. En sowieso had 2/3 van sommige organisaties geen opleiding om de taken te verrichten die ze deden, voorzitter. En eigenlijk vraag ik de minister nu, een jaar later, wat hij op dat moment eigenlijk deed. Riep hij de inspecteur op het matje? Liet hij meteen een aantal ambtenaren die 7.385 andere inspectierapporten onderzoeken? Wat deed hij met de 7.000 meldingen die het landelijk meldpunt zorg binnenkreeg? En mijn vraag die ik ook altijd bij dit soort debatten stel, voorzitter, is: waarom is het nu weer de Consumentenbond in dit geval? En waarom zijn dat altijd oplettende burgers die dit soort zaken naar voren brengen? Waarom is het niet het ministerie zelf? Waarom is het niet de inspectie? Voorzitter, de Consumentenbond die richtte ook een meldpunt op waar ook nog eens 150 meldingen binnenkwamen, waarvan tientallen zeer schrijnend. Zo was er bijvoorbeeld de case manager Dementie die bij een cliënt thuis kwam die zo sterk vervuild was dat ze er 2 vuilniszakken aan smerig incontinentiemateriaal uit de slaapkamer haalde en ook het bed was ernstig vervuild. Maar ook iemand met COPD die al in de laatste fase van haar leven was, kreeg maar niet iemand over de vloer die even kwam stofzuigen. Voorzitter, ik vraag nogmaals aan de minister, wat deed hij? En ook, voorzitter, een poosje geleden heb ik al gezegd dat als je het toezicht, als het gaat om het huishoudelijke hulpdeel, overlaat aan 390 gemeenten, waarom voeg je dan die controlerende taak niet toe aan de inspectie? Want heel veel thuiszorgorganisaties die wijkverpleging en wijkverzorging organiseren, organiseren tegelijkertijd ook de huishoudelijke hulp. Dus ze komen er meestal over de vloer. Ik heb de minister daar later niet meer over gehoord, voorzitter. Dat was mijn bijdrage.